1, 2, 3, 4. Kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. Kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. Kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. In het Kinderboekenweekjournaal met Zwaantje van Sprungen. Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering van het Kinderboekenweekjournaal. Nou, daar is die vreemde vlek weer. Jullie zien hem ook, toch? Hé, vervelend zeg. Nou, laten we meteen doorschakelen naar Lily. Lily, kan je me horen? Hallo Zwaantje. Ja hoor, ik kan je horen. Gaat het wel goed bij jou? Alles ziet er zo anders uit. Ja, ik weet ook niet hoe het komt. Nou, wij gaan hier aan de slag om die vlek op te lossen. We schakelen meteen door naar jou. Lily, zeg het maar. Vandaag ga ik wat leren over eigenwijze dieren. Dieren kunnen ook heel eigenwijs zijn. Dus ben ik met mijn camerateam bij kinderboerderij De Boerenzwaluw. Hopelijk kunnen ze mij hier alles vertellen over de meest eigenwijze dieren in het dierenrijk. Komen jullie mee? Hallo, mag ik jullie wat vragen stellen? Ja hoor. Gelukkig. Wat is hier gezellig? Hoeveel dieren hebben jullie hier? 100. Zo, dat is veel. En welke dieren dan allemaal? We hebben kippen, cavia's, schapen, konijnen, ezels, kanaries, geiten en een kat. Dat zijn er veel. En wat is nou het meest eigenwijze dier van het dierenrijk? De zwarte kip die er loopt. Oh, echt? Hoe heet de zwarte kip dan? Kali. En waarom is Kali zo eigenwijs? Hij luistert naar mij wel. En naar wie luistert hij dan niet? Hij luistert niet naar Hannes, luistert hij niet. Oh jee. Eigenwijze kip. Is het juist niet heel gezond voor een dier om eigenwijs te zijn? Nou jawel, mensen zijn ook soms eigenwijs. Ja, dat is wel waar. Dus als ik het goed begrijp, luistert Kali niet naar jou en wel naar jou. Dat is wel heel raar. Mag ik dat even zien? Kali, kom! Kom dan! Kom! Ja, kom niet. Maar als Wendy dan roept... Kali! Kali! Kom maar, Kali! Kali, kom maar! Kom maar! Nou, Kali is inderdaad het meest eigenwijze dier dat ik ooit heb gezien. Ik ga nu hier nog even de rest van de kippen knuffelen. Terug naar de studio, terug naar jou, Zwaantje. Dankjewel, Lily. Dat was hartstikke leuk. En dan gaan we nu door naar ander nieuws. Een koe die boet in de wei. Hij voelt... Zwaantje. Is er iets? Ik weet niet wat er gebeurt. Zwaantje wilde vroeger balletdanseres worden, maar ze was niet lenig genoeg. Dus ze had ontzettend veel moeite om de plié te doen. En ik weet niet wat er gebeurt. Kun je aan je tekst houden en gewoon ik het nieuws voorlezen? Ik weet niet wat ik aan het zeggen ben. Ik voel me zo vrij als een vogel door de lucht die wil vliegen. Uit de kooi in de lucht. Ik wil dit helemaal niet zeggen. Wat Zwaantje, gebeurt er wat allemaal? Heb jij opeens? Ruff, ruff, ruff. We moeten het uitzoeken. Ruff, 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 ruff. Peter, kijk. Al het frisdrank is er. Wat? Nu al? Ja, ik dacht dat je het morgen zou regelen, maar je hebt het blijkbaar al geregeld. Ik weet niet hoe je het doet, maar je doet alles gewoon. Ja, nee, natuurlijk. Dat heb ik goed geregeld. Let goed op en dan leer je nog eens wat. Oh. Oké, ik luister. Wat is jouw wijsheid? Mijn wijsheid? Nou... Vele handen tillen, mussen van het dak. Weet je wat? Ik moet nog een telefoontje plegen. Oh, oké. Naar Haarlem, de bibliotheek. Daar heb ik alles naartoe gestuurd, als het goed is. Maar ze hebben nog geen haast gemaakt met de versiering. Dus ik moet ze streng, doch eerlijk toespreken. Oké. Leg het op. Streng, doch eerlijk. Dan, hij gaat al over. Oh. Ja, hallo. U spreekt met Peter Brennestreek, ja. Van Kinderboekenweek. Ja, mooi. Ja. Oh, u kent mij al. Mooi. Goed, ik had u... Ik bel over dat feest. Met de visie... Al, heeft u al uitgeprint? Alles is al bezorgd? Instructies? En een instructievideo? En een PowerPoint presentatie.
Oké. Okay. Het was helemaal duidelijk. En alles hangt al. Oh, ja, nee, dat is helemaal voor op het schema. Goed. Ja, nee, is goed. Oké, okay, zal ik doen. Tot ziens. Ja, dag, dag. Wow. Dus je hebt ze nu op een strenge, maar eerlijke manier toegesproken. En je hebt het nu geregeld. Ja, ik heb dit ook al geregeld. Wat een vent! Wauw, hoe doe je het toch? Ik wil het echt weten. Je lijkt overal tegelijkertijd te zijn. Ja, soms verbaas ik gewoon mezelf. Huh? Ja, laten we nu teruggaan naar de studio. Terug naar jouw zwaantje. Dank je wel, Peter. De problemen zijn nog niet verholpen. Dus we schakelen snel door naar Daan. Hallo, Daan. Zwaantje, ben jij dat? Wat is er? Je stem klinkt zo vreemd. Ja, ik weet het ook niet. Maar wat heb je daar bij je? En waar ben je? Überhaupt? Ik sta voor de deur van een schrijversopleiding. Ik heb een opdracht moeten maken. Is heel spannend en die moet ik nu laten zien. En dan hoor ik of ik de schrijversopleiding mag doen. Dus dat is heel spannend. Wat leuk. Wat was de opdracht? Even kijken. Oké. Ik moest een kort verhaal schrijven over een personage die het is helemaal anders doet. Lekker eigenwijs, zeg maar. En er moest minimaal één dier in voorkomen. Oh, en het moest eindigen met een ontdekking. Ook moest ik er een plaatje bij maken. Ik heb dit gemaakt. Wacht even. Wat vind je ervan? Prachtig, Daan. Hé, Zwaantje, ik heb een idee. Misschien is het leuk om de kinderen ook zo'n opdracht te laten doen. Goed idee. Dus wat was de opdracht? Oké, schrijf een kort verhaal over iemand die een eigenwijze keuze maakt en daardoor een avontuur beleeft. Er moet minstens één dier in voorkomen die een rol speelt en het moet eindigen met een ontdekking. Het is misschien ook leuk om in je klas te doen. Dus schrijf het maar, kinderen. Maak er iets moois van. Jazeker. Goed idee. Dank je wel, Daan. Ik zal voor je duimen. Ik hoop dat je aangenomen wordt. Ja, bedankt, Zwaantje. Heel lief. Ik ga mijn best doen. Tot ziens dan. Zwaantje, jouw stem. Het is net alsof... Nou, laat maar. Doei. Willem. Kan je mij helpen? Mijn stem is zo raar. Dit kan toch zo niet langer? Er moet iets gebeuren. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb alle kabeltjes en stekkertjes verwisseld. Misschien kan professor Beentjes mij helpen. Professor Beentjes, bent u daar? Hallo Zwaantje. Ja, wij hebben even een wetenschappelijk debat, want professor Nota hier weet niet hoe hij moet programmeren. En professor Beentjes weet niet eens wat een kwantumcomputer is en hoe hij een moederbord normaal moet installeren. Als je nou eens gewoon even naar mij luistert, dan hoor je dat ik het gewoon net... Professors, ik heb een probleem. Wat vreemd. Klinkt ze altijd zo? Nee, natuurlijk niet. Zwaantje, wat is er aan de hand? Waarom klinkt je stem zo gek? Geen idee. Ik hoopte dat jullie daar het antwoord op zouden kunnen geven. Alles is zo raar hier. Wat vreemd. Sinds wanneer is dit allemaal aan de hand? Eigenlijk vanaf ons eerste interview, denk ik. Interessant. Merkwaardig. Dat wilde ik net zeggen. Ja, maar dat zei je niet. Professoren, let even op. Ik zoek het wel even uit. Ik ga het even allemaal uitzoeken. Professor Nota hier heeft vast weer een vergissing begaan. Dat zal wel weer een van zijn knullige uitvindingen zijn die een verstoring heeft veroorzaakt. En dat zal me weer niks verbazen. Ik zoek het wel even uit. Ik zoek het wel even uit. Want professor Beentjes zou zich eigenlijk niet eens professor mogen noemen. Helemaal niks mis met mijn uitvindingen. En nu aan de kant, zodat ik uit kan zoeken wat er mis is gegaan. Hop, aan de kant. Ik ga helemaal niet. Ik moet daarheen. Ik moet daar. Oh jee. Als dat maar goed gaat. Volgens mij kunnen ze beter samenwerken dan dat ze allebei zo eigenwijs zijn. Als ze nou maar naar elkaar zouden luisteren.
Hopelijk zien we na het weekend dat het beter gaat. We gaan nu eerst door naar een bijzondere boekentip. Hallo, kennen jullie mij nog? Ik ben Salvatore Botteur. En in de tweede editie van het Kinderboekenweekjournaal verkleedde ik me als zwaantje en probeerde zo het kinderboekenfeest te saboteren. Ik was jaloers op al die kinderboekenschrijvers die daarvoor waren uitgenodigd. Maar ik niet. Ik wilde zelf een beroemde kinderboekenschrijver worden. Maar nu ben ik veranderd. Ik ben gaan lezen. Heel veel lezen. Elke dag kwam ik in de bibliotheek om zoveel boeken te lezen als ik wilde. En wat bleek? Dat lezen, dat vond ik zoveel leuker dan het schrijven. En daarom heb ik besloten om te gaan werken in de bibliotheek, zodat ik zoveel kan lezen als ik maar wil. Ik heb lang nagedacht over een boekentip, maar ik heb er één gevonden. Ik ben dan misschien zelf geen boef meer, maar ik hou nog steeds van boevenverhalen. Hoe beroof je een bank is een grappig en spannend boevenverhaal over drie kinderen die door de pestkop van de klas erin worden geluisterd om mee te helpen bij een bankroof. Ze moeten voorbereidingen treffen, ze moeten onderzoek doen naar de bank en nog veel meer. Ik ga natuurlijk niet alles verklappen, maar als je van grappige, spannende boevenverhalen houdt, dan is dit een tip voor jou. Ik ga nog even verder lezen. Hartelijk dank. En jullie dank voor het kijken. Gaan jullie aan de slag met die leuke schrijfopdracht vandaan? Ik zie jullie na het weekend weer mijn stem. Tot dan en veel leesplezier. 1, 2, 3, 4. Kinderboekenweek, wat gebeurt er in het Kinderboekenweekjournaal?